Vandaag in de Utrechtse schatkamer. Hopeloze kitsch. Daar ben ik bang voor. En hoe dat precies zit, dat krijgt u straks te zien. Maar op het moment dat u zei dat uw grootmoeder hier altijd cyclamen hield, toen dacht ik ja, nee. Welkom bij de Utrechtse schatkamer. En we zijn vandaag te gast bij hotelrestaurant Oud-Londen en Zeist. En die heeft een prachtige geschiedenis, want ooit, ruim 200 jaar geleden, is deze toen nog kroeg gesticht door een van de soldaten van Napoleon. Gaat u mee naar binnen? Fred, ja? Wat heb je nou toch meegenomen? Ja, een popje. Het is mijn erfenis van mijn moeder. Maar je mocht er niet mee spelen vroeger, denk ik. Ik mocht daar niet mee spelen. Die stond langs de kant van de weg. En die is gewoon meegenomen door mijn moeder. Nee hoor, ik denk dat die van mijn tante is. Van mijn tante Ko. Een hele oude tante die er ook al heel lang niet meer is. Bijna alweer terug. Ja, maar spaarde je moeder poppen? Nee, helemaal niet. Dat vond ze verschrikkelijk. Alleen ik denk dat het een soort erfenis van haar weer was. En ik vind het ook heel erg. Dus ik hoop dat het veel waard is en is die gauw weg. Oh, je bent er echt zo in. Je gewoon verkopen. Zo. Ja, ik ben niet zo iemand die zegt, ach, het heeft emotionele waarde. Nee. Verkopen. Ja, als niks waard is, pleuren we het zo hier achter het hotel. Kom je even, ja, er staan grote kliko's. Kom je vertellen wat het waard is? Ik kom je zo vertellen wat het waard is. Dankjewel. Op de ezel hebben we staan een schilderijtje van Jan Voerman junior. Een zeer getalenteerde flora- en fauna schilder. Uit het einde van de 19e, maar vooral het begin 20e eeuw. Eerste helft 20e eeuw. En de eerste opdracht die hij op zeer jeugdige leeftijd kreeg, was het de illustraties maken voor de Verkade-albums, die oudere kijkers onder u nog wel kennen. Maar ook bijvoorbeeld de schoolplaten die hij heeft gemaakt van de rivieren en plassen, waar je het mooie riet zag en een mooie vogel zag. Hij staat dus bekend om dit soort heel erg gedetailleerde schilderijtjes van bloemen, van takken en in dit geval van tamme kastanjes. Je kunt zijn werk zien in het museum, het Voerman Museum in Hattem, waar werk van zijn vader hangt, IJsselschilder en hijzelf. De waarde van zo'n schilderijtje hangt heel erg af van wat erop staat. Hoe mooier de bloem of hoe zeldzamer het stukje wat je ziet, hoe duurder het schilderij. Dit zijn, zoals u ziet, wat tamme kastanjes. Zijn heel gezocht, dus dit zijn de wat duurdere schilderijtjes. Op veiling zou je zomaar 1800, 2000 euro voor zo'n schilderijtje moeten betalen. Wat een prachtige set heeft u meegenomen. Ja, ja. Dat is het ook. Heel blij mee. Al lang in uw bezit? De vaas en het kleine bord, 40 jaar. En het grote bord is eigenlijk later, na een overlijden, is hij bij ons terechtgekomen. Maar het hoort bij elkaar. Nou, volgens mij word jij daar opgewonden blij van. Inderdaad, kun je dat zeggen. Want dit zijn typische Turkse decors die je hier ziet, maar niet in Turkije gemaakt. En het verhaal wat hierbij hoort is dat bij de porseleinen fles in Delft de twee belangrijkste ontwerpers door de directeur naar Parijs en naar Berlijn werden gestuurd. Ga jij eens in het Museum de Cluny of in het museum in Berlijn de collectie Isnik keramiek tekenen, bestuderen en daar schetsen van maken, want wij willen, zoals in heel Europa rond 1910 de smaak was, willen wij ook in ons assortiment zogenaamde Turkse decors opnemen. En dus de belangstelling voor Turkije, voor Persische keramiek, was enorm groot in die jaren. Wat maakt het nou Turks? Dus Isnik, Turkse keramiek, in die periode, dan praat ik over 1575, toen het hoogtepunt was dat het rood, wat we hier zien, het Delftse rood, wat in Turkije een hoogtepunt had bereikt. Dat was een soort knalrood, wat ook maar een korte periode bereikt kon worden. Daarna heeft nooit iemand meer geweten hoe die glazuren tot stand kwamen. Dus je ziet hier het rood, wat dus niet het Isnik-rood is, maar het porseleinen flesrood. Maar dat probeert dus die Isnik-decors te benaderen. En die zijn typisch, moet je denken aan het paradijs, de prachtige plantendecors die je hierin verwerkt ziet. Er zijn allerlei varianten bestaan ervan, maar de bron, de inspiratie ervan, is gevonden in dat museum in Berlijn of in Parijs. Over welke tijd spreken we? Deze decors kwamen in de mode rond 1910. Wat zou je het geven samen? Ik houd bij deze schotel op 600 euro, 400 euro en de vaas 550 euro. Mooie set bij elkaar, ook qua waarde. Nou, is de moeite waard geweest om langs te komen. Echt wel.
Ja, waar ik toch echt blij van word over het algemeen, dat zijn prachtige glazen. En in dit geval is het een glas uit het eind van de 18e eeuw. En dat is nu eens niet geslepen, maar gestippeld. U zult zeggen, wat is dat dan weer? Een klein diamantje en stippelen op het glas net zolang totdat de voorstelling tot stand komt. Ik ga u dit glas even laten zien en dan ga ik ook even oplezen wat er allemaal op staat. Er staat namelijk nog wat tekst op. Daar gaat hij. Het is erg mooi, waarschijnlijk Engels. Het is ook heel zuiver kristal. En we zien hier een schip met een tekst eromheen. En die ga ik nu even voorlezen. Het welvaren van de grote met dubbel O en kleine visserij met een E en een Y. Aan de achterkant staat een wapen. En daar staat ook een tekst onder. Ismaël Tikkelenburg, 1789. Ik heb geen enkele twijfel om zeker ervan te zijn dat dit glas goed is. Het glas is aan de onderkant keurig afgebroken. Het is geblazen. Het is een typisch Engels glas met ingeblazen luchtbellen. Het is ook zuiver. Het is een mooi, bijzonder glas. En ja, dan zult u misschien afvragen, wat is dan zo'n glas waard? Nou, dat is behoorlijk wat. Als ik hem voor 2500 euro taxeer, dan is dat zeker niet te hoog gegrepen. Ja, u heeft de bewaker meegenomen, begrijp ik. Dat klopt, ja. Ja. Is het belangrijk dat het bewaakt wordt? Dat weet ik niet, want de spullen zijn van mijn vriendin. Ja. En we hebben totaal geen idee van enige waarde is. Zullen we uitpakken? Ja, precies, Margreet, uitpakken. Want we gaan er natuurlijk wel vanuit dat het minimaal een Rembrandt of een Van Gogh is. Eens even kijken, daar komt hij. De spanning stijgt en... Oh ja. Oh, hij zit niet zo heel strak in de lijst, jongens. Nee, we twijfelen nu ook wel een beetje of het echt een duur schilderij is. Ik heb geen idee op wat voor waarde het is. Nee. Weet u wel waar het vandaan komt? Dat kunt u best aan mijn vriendin vragen. Het is van mijn vader geweest. Die verzamelde dat altijd. Dus die is er niet meer. Dus ik dacht, ik ga toch na laten kijken. Ja, er zijn ook wat pentekeningen bij. Maar ik heb het gevoel dat uw vader heel veel had, of niet? Ja, inderdaad. Ja. Dus we hebben er maar een paar uitgehaald. Ja. En daar heeft u als kind ook altijd naar gekeken? Ja. Welke vond u het mooist? Ik persoonlijk vind deze mooi. En dan hebben we nog een klein schilderijtje. En dat is een bloemetje. En die heeft ook vroeger... Die vond je ook mooi, wat toch ondergeschreven stond. Ik weet niet wat voor dag het vandaag is, maar ik zie toch een boel Van Goghs en Rembrandts voorbij komen. Ja. Nee. Hè, Bella? Ja, nee. Was hij zelf ook een schilder? Nee, dat niet. Nee, hij vond het gewoon mooi. Ik heb zelden iemand ontmoet die het zo lelijk vond wat ze had meegenomen. Waarom heb je het al die tijd bewaard? Dat is van mijn oma. En hoe herinner je het je? Ja, als kind zijnde stond dat op de vensterbank en dan liep je er langs. Daar stond de cyclamen in en dan vond je dat heel mooi. Ja. Dat was heel indrukwekkend. En oma die, als ze echt wegging, dan haalde oma het weg. Want ze konden de ruit inslaan als ze het pikte. Of er was een krant overheen. Dat ze het maar niet zouden zien wat voor waardevolst er stond. Ja, dus het is, ze is heel lang geleden al overleden. En dan heb je dat toch meegenomen. En dan ben je eigenlijk nieuwsgierig. God, wat is het nou waard? En wat is het nou echt oud? Had oma het een beetje bij het rechte eind? Bedekken of wegzetten? Ik kan niet in de geest van iemand kijken die ik helemaal niet ken. In de geest van iemand kijken is dat lastig genoeg, maar iemand die je helemaal niet kent. Maar nee, ze had er objectief gezien niet. Nee. Want het is hopeloze kitsch. Daar ben ik wel bang voor. Hoe is het erg? Helemaal niet. Maar op het moment dat u zei dat uw grootmoeder altijd cyclamen hield, toen dacht ik, dat is dan toch wel heel belangrijk. Want andere mensen hebben gezegd dat er vingerplanten in horen. Ja, en horen ik ook. Maar het is dus inderdaad een typisch voorwerp wat mensen in huis halen. Ja, laten we zeggen, eindelijk een beetje geld om iets moois te kopen. Ja, ja. En dan is dit natuurlijk echt mooi met een hoofdletter M. Omdat het gewoon zo extravagant is. Want alles beweegt. Het is heel barok. Hè? Dus alles beweegt. Er zitten engeltjes in. Nou, dat is natuurlijk, wie vindt een engeltje niet leuk? Hè? Een zwaan. Dat is natuurlijk een heel mooi en liefelijk dier. Die eerst lelijk is en dan mooi wordt. Dus er zit allemaal symboliek in. En het is geïnspireerd op 18e eeuwse voorbeelden uit Meissen. En dit is dan heel laat 19e eeuw, misschien zelfs begin 20e eeuw. En het is biscuit, dus dat betekent het koud gepatineerd. Dus in feite zou je de kleur eraf kunnen wassen, niet doen. Dus het is niet geglazuurd, het is dus
gewoon ongeglazuurd gelaten en dan gedecoreerd. En ja, ja, gek. En als het heel klein is en heel lomp gemaakt, ja, dan is het echt helemaal niks. Maar dit is nog wel een soort van, ja, er zit een soort van turbo op, vind ik. En ja, omdat er toch wel details in zitten, er is echt moeite voor gedaan. En het heeft ongetwijfeld relatief veel geld gekost toen het werd gekocht als nieuw. Ja. Je zegt eigenlijk, het is mooi gemaakte kitsch. Dat is het. Ja. Nou, wat is het nog waard? Ja, het is een beetje, niet 25 euro. Het is een beetje zeggen. Kapot, het is een beetje kapot. Ja. Maar niet 25 euro, 18 euro. dat is niet 25. Nou, ja, kijk, het is natuurlijk lastig, het is kapot. Hè? Dus mensen, ja. Ja, als je dat koopt, dan zegt je vrouw of je man, heb je iets kapots gekocht. Maar laten we uitgaan, als het gaaf zou zijn, dan heb je het ergens tussen de 100 euro, 80 en 100 euro, dat idee. Omdat het een groot vormstuk is. Doet mij een beetje denken aan Monopoly. Ja, huisjes, hè? Huisjes? Ja, huisjes. Ja, dat is een spelletje, ja. Toch, mevrouw? Nee, dit is een bouwdoos. Dat is gewoon allemaal een blokkendoos eigenlijk, hè? Oh. Ja. En ik denk dat het van de, het is van de Gruiten. Dat is ooit een keer een geschenk geweest. Ik weet niet of je het ervoor kon sparen. Maar het is wel heel oud, ja. Er staat dus op de gedachtenis van mijn opoe. Aan Johanna Blok, dat is mijn moeder dan, 12 ja? jaar. En ze zou nu 92 zijn. Jezus, dus het is wel 80 jaar. Ja, ja. Waarom laat ik dat nou zien? Zo'n verfrommeld papiertje en heb van die huisjes erop. Ja, is dat leuk? Ja, dat is ja. leuk. Dit is nu het snoepje van de week. Dat heeft niets met het snoepje te maken. Maar je kreeg bij de Gruiter, ja. kreeg je iedere week was er een cadeautje. Voor de wat jongere mensen, dat was de Albert Heijn vroeger, hè? Ja. Ja. En dan kon je gewoon, en dan kreeg je een bouwplaat en je kon het in elkaar zetten. En dat was iedere week wat anders. Het was een hele slimme man, die Gruiter. Ze noemden hem ook wel Piet de Dief. Want in een kilo suiker deed hij dan in een hele dikke zak. En die woog ook mee. Dus oh ja. er zat minder suiker in als dat je betaalde. Dus ik vind het ook allemaal zo grappig hoe die mensen dat dan deden. Het is 1935, praten we over. Hele frisse kleuren. En het snoepje van de week, dat kreeg je. En dus die Piet de Dief, die was heel slim. Hij gaf de kinderen wat. De hij suiker. Pikte gewoon iets van de moeders, maar hij gaf het aan de kinderen. En hij gaf het aan de kinderen. Dus hij kwam toch wel rond. Het ziet er prachtig uit. Dus ik taxeer dit op een 125 euro. Durf ik heel rustig te zeggen. Ja. Leuk. Ja. Het is heel mooi. Prachtig ziet het eruit. Ja. Ik heb hier een mooie buste. Van een jonge dame. Het is gemaakt van albast en brons. En op de voorkant staat gegraveerd Arte. Gezien de stijl waarin het gemaakt is, schat ik dat het beeld afkomstig is eind 19e, begin 20e eeuw. We zitten dan in de periode van het Art Nouveau. Het is van een meneer, die heeft het geërfd van zijn zuster. En ik denk dat het gemaakt is in de omgeving Italië, dat vermoed ik. Richtprijs, ik denk dat, dat we moeten denken aan een schatting van een 800 tot 1200 euro. Maar ik kan me voorstellen dat een verzamelaar er een stuk meer voor wil geven. En ik denk als je het natuurlijk zou kopen, ergens op een beurs of bij een antiquaire, dan moet je ook aan een wel een iets hoger bedrag denken. Misschien richting een 2000 euro. Klein bordje, grote waarde? Ja, nee, helemaal niet. Alleen voor degene die hier gewerkt heeft. Even goed kijken. Oh, dat is hier. Dit is Oud-Londen. Ja, dat is Oud-Londen. Oh, dat gaan we even laten zien. Natuurlijk. En heeft u hier lang geleden gewerkt? 1970 ben ik begonnen. Ik heb hier 6 jaar gewerkt. Ja. Als buffetchef gewerkt. Ja. En ik, uit die tijd heb ik het ook meegekregen. Ja. Misschien vinden ze het hier nog wel leuk om te hebben. Ik hoop het. Ik weet dat Nico er niet is op dit moment. Maar ik ga het hem vragen, want ik heb het nergens zien hangen. Nou. Misschien is dit wel het enige wat nog overgebleven is. Bedankt. Ja, graag gedaan. En u bedankt voor het kijken naar de Schatkamer. Volgende week zijn we er gewoon weer. Volgende week een Fiat 600 en een stervende zwaan. Dat en nog veel meer volgende week in de Utrechtse Schatkamer.